Een hele goede morgen. Welkom bij New Ups and Down. Hij gaat naar school, ik geef hem gauw naar de winkel en dan zijn we weer thuis. Wij hebben Liam opgehaald van schooltje en de juf was jarig. Dus mama die was nog even gauw naar de Action geweest om een kleinigheidje te halen. Om even iets lekkers te halen voor de juffrouw. En nou gaan we weer onderweg naar huis. Yay! Yay, goed zo! Daar is een kind wakker. Dit kind wil niet wakker worden. Liam heeft gepoept, voor jullie informatie. Dan weten jullie ook precies welke geur hier hangt. Die ga ik nu even verschonen. En dan... Oeh. It's awake! It's alive! Nee, toch niet? Toch wel? Toch niet? Toch wel? Ik ga Liam verschonen, want ik ben die geur even zacht. Ja? Of nee? Ja? Oké. Kijk eens naar mama. Was papa verstoppeld? Hey, waar is papa nou weer? Papa! Papa! Oh. Nou, papa is thuis zoals jullie zien. Ja, Jordi, ik weet dat hij af is gelopen. Mama gaat hem zo weer aanzetten voor je. Sammy is daar. En mama is aan het koken. En wat eten we vandaag? Aardappel anders met slavink en rooibieten. Een paar weken terug heb ik aan een vriendin van mij gevraagd die opdrukking maakt op shirtjes, van alles en nog wat. Of ze voor mijn jongens... Mooi verhaal, doen we niks mee. Ik heb aan haar gevraagd of dat ze iets voor mijn jongens wil maken. En nou heeft ze handvaten voor ijslollies die je kan invriezen in de vriezer. Van die Ranja sticks toch? Ja, die ongevroren in de winkel liggen. Ja, die. Dus daar heeft ze houders voor. En daar heeft ze op voor elk kind een naam erop gezet. Toen, deze had ik dus besteld bij haar. Toen zegt ze tegen mij, hey, ik heb ook iets voor jou. Ze heeft de sleutelhanger voor mij gemaakt. En ze heeft ook iets voor papa gemaakt. En een sleutelhanger met handige functie voor papa. Ja, leuk hè? Ja. Dus mocht je nou willen weten hoeveel dat kost, et cetera, stuur haar even een berichtje. Ik link haar Instagram eventjes onder in de beschrijving. En mocht je iets willen weten, vraag het haar. Ik had ijsjes gemaakt. Ja, pakken. Oh, boom. Danontje ijsjes, hè? Of ja, neppe Danontje ijsjes, dat is het. Gijs! Ja, juffrouw. Kom je naar beneden?
koud, Jordi. Ik weet wel hoe je het wel eet. Kijk, Liam die eet het inmiddels zo. Ah, Jordi wil dit. Beetje zat nog van. Appa? Dat is wat Jordi wil. En dat is wat hij ook wil. Aardbei. En onderin zit volgens mij perzik of banaan. Dus ik moet ik het afbijten. Lekker, Lia? Koud, hè? Nee, niet op de grond gooien. En Sammy wil het ook op die manier. Goedemorgen. Niels hier croissantjes halen. En ik zit hier nu met de kindjes. En ja, het is zaterdag. We gaan wel veel doen vandaag. Tenminste, ik ga veel doen vandaag. Dus we zullen zien wat ik ga filmen. Ik weet het niet. Ja, nee, nee, nee. Liam? Ik ben even in de douche geweest. Ik had vanmiddag gewoon echt even niet goed. Ik heb PCOS zoals jullie weten en ik had me toch buikpijn. Het is gewoon niet grappig. Ik kon gewoon niks meer. Ik ben uiteindelijk even op bed gaan liggen. Even in slaap gevallen en nu heb ik net gedoucht. Kinderen zijn allemaal wakker. Niels heeft ze aangekleed. We gaan nu even naar de winkel. Maar Jordi zijn bril is kapot. Dus we gaan even kijken hoe we dat kunnen fixen. Sowieso moet er dan een nieuw pootje komen. Dus dat. Maar dan kijken we straks. We hebben nog de reservebril van Jordi. Dus die gaat hij nu opkrijgen. We zijn naar de winkel geweest. En we eten schnitzel met gebakken aardappeltjes en ertjes met worteltjes. Ik ben namelijk ertjes, want ik vind worteltjes uit pot niet zo lekker. Dus dat is wat we eten. Lekker smikkela. Yummy. Je houdt ook wel van schnitzel, hè? Met je mondje. Ja, jij ook, hè? Jij vindt ook alles lekker, hè? En Jordi die wil niet eten, want Jordi die wil een filmpje. Papa gaat winnen. I know for sure. Een goeiemorgen. Liam en Jordi slapen nog. Maar... die twee die zijn wakker. Niels ook wakker hoor, want Niels zit op de wc. Dat is tegenwoordig papa's werkplaats. Mocht je mijn video niet hebben gezien, ik had een bordje gekocht met papa's werkplaats. Alleen maar plek voor kusjes en nog wat. Ik kom nou ook niet in de buurt, want het zal wel dat doen. Vandaag hebben we een leuke dag in het verschiet. Vandaag krijgen we bezoek. Sonja die komt langs. Met haar hele gezin. Dus we gaan een leuke dag hebben. Sowieso gaan Wesley en Niels die gaan Formule 1 kijken. En ik ga met de kindjes van Sonja naar de speeltuin. Want in die tijd liggen er namelijk 3 kindjes hier te slapen. Dus als dan een kindje wakker is, dan gaan we weer terug. En dan gaan we die ophalen.
Dus dat is de bedoeling. We gaan het zien hoe het loopt. En wat doen wij op de zondag? Lekker ontbijten. Ja, hè? Ik heb even de reuzel uit mijn doormaat gewassen. Ik heb even een jurkje aangetrokken. Zo dadelijk komt de bezoek. En de kindjes zien er ook leuk uit. Daar hebben we Sammy. Hi. Daar hebben we Liam, die bijna in de groep staat. Dan moet ik even opruimen. Die is net neergelegd. En daar is Jordi. Ondertussen dat ik even een zakje pak. En dan is het even rustig. Ze gaan zo lekker naar bed. Pak je wel hard? Ja. Liam! Ja, met z'n drieën op de schommel. Daar zitten ze wel met z'n tweeën. Daar zit de andere. Niet te vergeten. Sam! Sorry, en ze close op. En daar gaan ze om met z'n drieën. Eén, twee. Ah, is dit niet schattig? Is dit niet schattig, jongens? Dit is toch hartstikke schattig. Met z'n drietjes. Hutje knutje. Het is weer rustig. Onze kindjes liggen op bed. En Sonja en de kindjes en Wesley zijn weer naar huis. Ik ga heel eventjes opruimen en spullen klaarmaken voor morgen. Jordi had een beetje koorts. Maar het leek alweer beter te gaan, toch Niels? Dus we gaan gewoon even kijken hoe dat het loopt. Wat we ook gaan doen bij deze, is deze ups en down. Afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.